Hem van een weekend. En dan is het eindelijk tijd voor een mooie roze bakje. Ja, voor de beruchte emmerachtige doos. En hij is opnieuw gevuld deze week. Ja, er zitten weer nieuwe kaartjes in. Dit is de Dilemma Plus. Joris, jij weet niet zo goed wat het is, denk ik, hè? Nee, of, vooral niet die plus. Die maakt me erg ongerust. Nou, we hadden dus eerst de Dilemma. En daar zaten allemaal dilemma's in en dat soort dingen. Maar nu hebben we me wat aangevuld met de doen, durf of de waarheid-achtige vragen. Oké, en nu is het natuurlijk de bedoeling dat ik er een uit ga plukken. Allemaal. Allemaal, oké. Dus je krijgt of een dilemma, of een vraag onder truth, zeg maar, die je eerder moet beantwoorden. Of een dare, dan moet je iets doen. Nou, prima. Nou, ik geef Joris maar de eer om te beginnen. Ja. Komt ie aan. Maak je nu nog meer ongerust? Zou ik wel doen. Bemoedigende woorden. Nee, we gaan er gewoon in pakken. Nee, ik val het allemaal wel mee. Moet ik het maar meteen voorlezen of even wachten? Ja. Meteen voorlezen, oké. Okay. Heel even wachten. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Oké. Een dilemma. Altijd zingen, praten of na elk woord dat je zegt 2 seconden moeten wachten. Ja, dan ga ik denk ik... Ja, ik moet nu oppassen wat ik zeg, want dat gaat natuurlijk nu al tegen me gebruikt worden. Ik zou dan toch altijd zingen praten. Ja, toch? Ja, toch wel. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel heel leuk. Ja, het is wel gezelliger, ja. Ja, zeker. Kun je dan ook de dilemma even doorgeven aan Rick en op een zingende toon? Rick, ik heb hier voor jou de dilemma plus. Ja, wow. Ik word er een beetje bang van. Wat een talent. Oh, vol zit hij. Oh. Even kijken, wat heb ik? Ik heb er 2. Doe er eentje terug. Ik heb... Oeh, nee. Je moet iets doen. Ik heb een der. Oh. Ja? Nee! Dit is een van de weinigen die ik oprecht zelf heb bedacht. Waarvan ik hoop dat ik hem nooit zelf zou krijgen. Ja. Eet of drink iets dat op dit moment in onze koelkast staat. Dat idee moet ik even uitleggen. Dat idee is ontstaan. Omdat 9 van de 10 keer als je hier de koelkast openlegt, dan legt hij ergens wel iets in de hoek te verschimmelen. Dus ik hoop dat... Maar je moet deze niet weggooien. Die moet je nog even inlaten. Dat, ja, is, dat is leuk. Goed. Ja. Ik hoop zeg maar dat iemand anders dit briefje zou trekken. Ja. En dat er dan alleen maar verschimmelde dingen in de koelkast zouden liggen. Maar gelukkig heb ik gezien... Dat er nog. Dat er ook dat... nog een coronabiertje in ligt. Precies. Dus ik denk dat ik voor de veilige weg kies. Er staat ook nog een fles wijn van 6 weken oud. Ja, nog een halve taart van 3 weken oud. Pak zoiets dan. Dat is leuk voor de biener. Ja, nee. Ik hou bij een biertje. Dat vind ik leuk voor mezelf. Oké, nou, die ga je dan zo pakken. Ja, die ga ik zo pakken. Ondertussen geef ik de dilemma aan jou. Ja. Oké. Ja? Wil iemand anders ook nog een coronabiertje misschien? Ik hoef geen coronabiertje. Nou ja, lekker. Ja. Ja. Ik moet nog rijden. Oh. Lekker is het niet, maar nou ja. die ligt er ook al heel lang hoor. Dus, Hij is in ieder geval koud. Oké, ik heb een vraag. Precies weten wanneer je of het dilemma, wanneer je doodgaat of precies weten hoe je doodgaat? Nou, zeg het maar. Jezus. Als je precies weet wanneer je doodgaat, dat is gewoon aftellen dan. Maar hoe je doodgaat, dat is ook naar. Ja, maar dat ga je ook altijd vermijden. Als je ook maar in de buurt komt van, dan is stel, het... Ik hoor dan niet van, nee, je gaat dood door een auto-ongeluk. Dan word ik altijd bang als ik de straat op ga. Dan ga ik nooit meer in een auto zitten of maar zo. Maar ja, in je slaap lijkt me nog veel kutter. Dan kun je gewoon tot je doodgaat gewoon niet meer slapen. Nee. Dat had ik dus ook een beetje bij dat dilemma. Want inderdaad, wanneer je doodgaat, ja, als je dat weet, kun je niet voorkomen. Nee. Dat gebeurt gewoon. Maar als je weet hoe, en het is bijvoorbeeld omdat je onder een auto komt. Ja. Succes met de straat op gaan. Precies. Nee, het is, ben je blij met corona? Nee, maar ik ga dan denk ik toch wel echt voor hoe ik dood ga. Ja, ik wil niet gaan aftellen. Nee, dat is dat lijkt me echt het kutste ooit. Want op een gegeven moment is die dag die is daar. En dan denk je van, je kunt ook wel naartoe werken. Ja, nee, natuurlijk. Nou, dat weet ik echt niet. Als je daarvoor kiest en je hoort volgende week donderdag, dan dat is zwak kut. Ja. Ja. Maar als je dan hoort van op je 89ste, dan zou ik zeggen, nou... Tekenen. Ja, dan ga ik toch maar 85. Misschien hoor ik in één keer 25 en dan de dag en zo. Ja, dat is echt... Ja, dat is naar. Maar als je 89 wordt, dan kun je tot je 85 of zo, kun je gewoon zorgeloos leven. Want je weet dat je niet doodgaat. Dat is het wel. En daarna kan je nog even een paar dingen doen die je echt wil doen en dan klaar. Ja, nee. Ja, ik ga toch sterker nog. Ja, je kunt gekke dingen gaan doen als je weet dat je toch niet doodgaat trouwens. Dat nou ja, als je weet wanneer je doodgaat, dan kun je ook zeg maar mensen werk uit handen nemen. Dan kun je van tevoren van ziekjes gaan liggen. Te makkelijk hoef je binnen op te ruimen en zo. En jongens, over 5 minuten is zover. Ik ga vast.
Zo'n eierwekkertje zetten dan. Ja. Nee, ook, ja, nee, nou ja, leuk, leuk. Jij hebt ondertussen de coronabiertjes gepakt? Ja, ik probeer hem even open te maken met een fles opener. Ja? Open te lopen te zo. Maken. Oh, ja, ik nou. Ik heb een aansteker. Oh, kijk. Of een opener. Nou, fantastisch. Gaan jullie daarvan genieten in ieder geval dan? Ik ga genieten van het af van weten hoe ik dood ga dan. Ik hoor het zo meteen. Ik ruik het biertje nu al. Hier ga ik niet van genieten. Hij doet zijn naam eer aan. Denk ik. Nou, geniet ervan. Toch, probeer het dan maar. Ricky Martin. She behind. Wil jij snel geld verdienen? Deel deze video met zoveel mogelijk mensen. En klik op liken. Dan komt er geld later wel een keer. Of niet.